Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 3 januari 2020. En wij zijn weer op de Stoebaier Kletser. Wij zijn net hier de Down Verner afgekomen en dat is een piste die zowel links als rechts hier van de skilift af ligt. Dat is echt helemaal top. Wij staan bij Gams Garten en dat ligt hier op 2620 meter hoogte. En hier gaan twee liften omhoog, twee stoeltjesliften. De Roodadel, en zo kom je dus ook bij de Down Verner. Mooie piste. En de IJsjochbaan, en die brengt je weer aan de top van de gletsjer. De piste waar wij zojuist af zijn gekomen, daar lag aan de linkerkant, aan de rechterkant, maar nu links gezien, het funpark. Maar de piste erlangs was echt fantastisch. En wij gaan nu weer met de Pfaffengraat, gaan wij hier weer naar boven. We zijn weer bij het middenstation van de 3S IJskraatbaan. En met deze lift, ook het middenstation, kun je richting Gams Garten. We gaan ook maar eens eventjes kijken hoe het bij de Wilde Gruben afdaling is. En dan start je eigenlijk boven, nummertje 7. En dat gaat over in de skiroute. Nummer 14, helemaal naar het dal, klein stukje nummertje 27 en dan heb je 10 kilometer afdaling afgelegd. Wij gaan deze dag weer afsluiten hier. De Top of Tirol, dat wordt hier zo genoemd, 3210 meter. De gletsjer ligt nog eigenlijk aan weerskanten. We gaan eventjes kijken waar we het meeste skiën. Deze kant op. Jullie hebben de beelden gezien. Het was helaas geen keizerwetter, maar we hebben prima kunnen skiën. En wij komen hier dit seizoen zeker terug. En wie weet zien we jullie hier ook alweer.
daarmee wil ik afsluiten. En ik zeg maar weer, de groeten.